iets aansluiten, de blauwe lijn volgen. Ik ben de supervisor. Ik loop dus op de locatie, kijk naar alle prikhokjes of de vaccinaties op de juiste manier toegediend worden. Dat is echt de techniek. Let dus ook op hygiënische maatregelen. Heb dus ook overzicht over het bereiden van de vaccins. En circuleer over de locatie bij mensen die nog medische vragen hebben. Nou, een coördinator die begint op tijd. Dan zorg je dat de locatie klaar is om een goede dag te draaien. Je kijkt even hoeveel mensen er komen, hoeveel bezoekers. En dan start je 's ochtends met een briefing aan het personeel. En als we dan gebriefd hebben, dan ben je als locatieverantwoordelijke eigenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de locatie. Zorgen dat alles goed gaat, dat iedereen doet wat hij moet doen en dat de bezoekers een goede ervaring hebben. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik ben verpleegkundige, dus ik focus me echt op het vaccin, op het inhoudelijke, zodat de mensen ook goed en wel weggaan hier en goed gevaccineerd zijn. En daarachter is een hele grote achterban al maanden aan het werk geweest om dit op te starten ook. Dus ja, je hebt inderdaad ook een locatiemanager per dag. Nou, ik ben vaccinatiecoördinator. Je hebt te maken met heel veel hosts die de mensen ook begeleiden naar de prikhokjes. De afhandeling van de administratie, want mensen willen natuurlijk ook een certificaat hebben dat ze gevaccineerd zijn. Het is inderdaad de bedoeling dat iedereen die gevaccineerd is 15 minuten onder observatie blijft. De hoop is natuurlijk dat iedereen zich prettig voelt en veilig voelt als hij weer in de auto stapt en naar huis gaat. Allergische reacties, als ze van belang zijn, als ze dus serieus zijn, die treden binnen enkele minuten na toediening van het vaccin op. Dus als binnen 15 minuten niks gebeurt, dan is het niet zo waarschijnlijk dat ze dan nog in de auto last krijgen. Na 15 minuten halen ze vaccinatiebewijs op en kunnen naar huis.